Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Vanuit de Visstraat loop ik hier de hoek om naar de Lepelstraat. Kijk, bordje, hè? Dat is even bewijzen. Of is het nou de Vismarkt? Want dat is het andere bordje. Dus waar ben ik nou? Ik ben in de Lepelstraat en ik ben in de Visstraat. Dat is toch uniek dat ik met twee benen gewoon... Dus als mijn vrouw belt en zegt, wat ben ik, hè? Dan zeg ik, Lepelstraat Vismarkt. We gaan eventjes een gesprekje aan met Panem. Het is een nieuw winkeltje waar je heerlijke broden kunt kopen en belegde boterhammen. Dus geen broodjes, boterhammen. En dat brood, jongen, dat spat gewoon door die etalage naar buiten. Het is een brood dat op natuurlijke wijze wordt gebakken in een houten oven. En daar wil ik natuurlijk van alles van weten. We gaan even naar Panem en we gaan praten met Gerhard. Gerhard von Keulen. Het is een Duitse naam, Gerhard. Ik weet niet of hij een Duitse achtergrond heeft, maar ik weet wel dat Gerhard in de regio nog behoorlijk wat bakkerijen heeft met zijn broer, de bakkerijen van Keulen. Wij gaan even naar Panem. We zijn bij Panem, hier op de Vismarkt, met de man achter Panem. Ik zou maar zeggen, als we toch een beetje in die betiteling willen doen, het Porum van Panem. Het Porum van Panem. Ja, ik denk het wel. We zijn degene die het ontwikkeld hebben. En zeker ook het hele proces van brood wat erachter zit. Ja, het bijzondere van het brood. Dus, Gerhard van Keulen, je bent bakker van huis uit. Ja, maar Panem, wat betekent dat? Panem is het Latijnse woord voor brood. Okay. Broden. En ja, het leek ons een ontzettend toepasselijke naam, omdat het weer echt ouderwets brood is wat we hier maken. Ja, want ik heb gezien, ik heb ook de onderkantjes van de broden gezien. Het is in een houtgestookte oven is het bereid, is het gebakken. Ja, het meest onderscheidende van een brood is, het is sowieso heel natuurlijk, niet heel, op helemaal enorme vrij en dergelijke meer. Maar het bijzondere ervan is dat wij het in echt een ouderwetse houtoven bakken. Die stoken we nog met takkenbossen, met stukken hout. Ik zie hier een stukje, een krant. Een krantartikel, ja, dat klopt. Dus dat is eigenlijk wat die muur die ik hier zie. Dat is de ovenmuur, waar de ovenmond in zit, zeg maar, zoals we dat noemen. Er zitten deuren voor. En daarachter bevindt zich de oven. En daar sta ik samen met mijn broer op. Dus ook degene die het mede initiatiefnemer is. Onze Johan is dat. Als ik de broden zo zie, dan zie ik aan de onderkant dat hij wat steviger is. Hè? Dat hij lekker geschroeid is. Ja. Het is niet aangebrand of zo. Maar betekent dat dan ook dat, zal ik maar zeggen, de ik weet niet hoe het moet doen, maar de huishouding in het brood bewaard blijft? Ja, kijk, het bijzondere aan een houtoven is, het is niet alleen dat je er op een ouderwetse manier in bakt. Maar je krijgt in één keer zoveel hitte bij zo'n brood, dat je een hele stevige korst krijgt die dichtschroeit. En omdat hij zo snel dichtschroeit, blijft alles wat in brood zit, ook in het brood zitten. Zowel de geuren en de aroma's, maar ook het vocht. Dus op een gegeven moment hebben wij ook helemaal geen toevoegingen nodig om brood toch lekker lang mals en heel smakelijk te houden. Okay. En dat komt echt puur door de hitte die in de stenen van zijn oven kruipt. Wat voor hout gebruik je om te stoken? Is dat speciaal hout? Nee, we gebruiken gewoon puur natuurhout, schoon hout. Dat is het belangrijkste ervan. En het is ook wel belangrijk wat voor hout we in welke fase van het stoken gebruiken. Maar ja, dat is het geheim van de smid is niet het juiste woord, maar dat is gewoon de kunde en de kennis op het moment dat je aan het broodbakken bent en je weet wanneer moet ik welk hout gebruiken. En dat gaat niet om het soort hout, maar wel om de massiviteit of de fijnheid van het hout en dergelijke. Oud-ambacht betekent ook dat het meer tijd en controle nodig heeft. Betekent dat, zie je dat terug in de prijs of is de prijs toch wel van een gemiddeld goed brood? Nou, de prijs ligt wel iets hoger als een gewoon brood, maar logisch. Dat is puur omdat het gewoon zo intensief is. Er gaat zoveel tijd in zitten in het hele bakproces. Bij een normale oven kun je ongeveer uitgaan dat je een uurtje nodig hebt om te bakken. Hier hebben we gewoon echt 3 uur nodig om die oven helemaal goed te behandelen en te bakken en dergelijke meer. 3,5 uur. Dus Het is veel intensiever. En ook de voorbereiding naar de oven toe. Ja. Behalve de broden die ik daar zie liggen. Mensen die kunnen hem dus meenemen. Hij wordt gesneden, maar dan zijn ze natuurlijk wel iets dikker van sneden. Ja. 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 Kunnen we hier ook gewoon lekker, wat de passanten, een lekkere boterham bestellen? Geen broodje, gewoon een boterham met beleg. Ja, kijk, je zegt het wel helemaal goed. Wij hebben geen broodjes, maar we hebben echte boterhammen. Gewoon ons smakelijke brood wordt gewoon in grote sneden gesneden. En wordt heel mooi belegd met puur natuur zuivere producten. En daardoor krijgen we een heel smakelijk brood wat
echt eigenlijk nergens anders te krijgen is op dit moment. Gewoon, het is gewoon anders. En wij vinden, we moeten weer naar het ouderwetse sneebrood doen met een lekkere korst. En op het moment dat je aan het eten bent en je denkt van, verdorie, ik proef mijn brood ook nog in plaats van dat ik alleen mijn beleg nog proef. Ja, precies. Wat lust jij? Ik denk dat ik voor de meer granen ga met een plak heerlijke oude kaas. Oh, nou. En wat is jouw keuze? Ik denk dat ik voor de meer granen ga met een heerlijke plak kaas. Oh, oude kaas. Oh, ja. Wij gaan even naar de volgende ondernemer rondom Zoetelief. En dan begint het programma rondom Zoetelief toch redelijk te eindigen. Maar daarover zo meteen meer. Gerard, dankjewel. En veel succes. Hè? Dank je. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Om de hoek bij de Korenbrugstraat, waar Zoetelief met haar handje achter haar oren zit, wachtend op mensen die het liedje Dat gaat naar Den Bosch toe gaan meezingen, ben ik nu terechtgekomen hier op de Vismarkt. En natuurlijk aan die kant de Lepelstraat. Laten we hier gaan staan. Zo, Vismarkt. En ik ben hier aangekomen bij Sammy Saté. En als ik dan kijk hier hoe dat hier is opgesteld. Het is toch een beetje een Oriëntaalse uitstraling. Mooi terras. Lekkere vlammen aan de buitenkant. Het is in ieder geval heel erg uitnodigend om hier te gaan zitten qua sfeer. Maar ook zeker als het gaat om even een lekkere lunch of een maaltijd. We gaan even naar binnen. We gaan even kijken of we iemand kunnen praten en iemand kunnen spreken. Dat ze meer doen dan alleen saté's. Want dat lijkt er wel op. Hè? Dus die kaart zal groter zijn dan alleen een saté'tje van Sammy. Ga mee? Kom op. Achter mij zie ik al Galal Zacharia staan. Hij is van Sammy Saté, dus ik... Je bent er al. Hi. Goedendag. Hoe is het? Goedemiddag. Ja, alles prima. Met jullie ook. Ja, goed. Goed. Ja, hey, Sammy Saté, we hebben al een keer snel een kijkje genomen in jouw restaurant, in jullie mooie winkel. Ja. Maar even in het kort, hè, want ik denk dan altijd alleen maar aan satétjes. Maar je doet natuurlijk veel meer dan alleen saté's. Wij doen het gewoon hartstikke veel meer dingen ook daarbij. Ja, we beginnen eigenlijk gewoon onze dag eigenlijk gewoon met een koffie natuurlijk en bossenbol en broodjes, toastie en van alles wat. Je kunt altijd gewoon terechtkomen voor een lekker kop soep en van alles wat. Want, en dan, dat gaat gewoon de hele dag door. Want dan jullie, hoe laat ga je open 's morgens? We zijn meestal eigenlijk gewoon om 10 uur 's morgens open hier. En tot 's avonds? Je draait tot ook avond, diner? Wij draaien gewoon een lunch en borrel en dan diner. Nou, altijd aan het werken dat dan? Ja, we zijn altijd hard aan het werken. 7 dagen per week? 7 dagen per week. We zijn altijd constant gewoon aanwezig. En we doen onze best voor onze gasten eigenlijk gewoon tevreden. Ja. Satéetjes, hè? Want je hebt je naam dan vernoemd in een stukje... Sammy Saté. Waar komt de naam Sammy vandaan? Ja, Sammy is eigenlijk gewoon mijn broers naam. Oké. Okay. Is je broer de eigenaar of jij ook? Nee, ik ben de eigenaar. En we doen het eigenlijk gewoon... Samen. Ja, samen. Want je hebt nog een filiaal, hè? Ja, we hebben ook een filiaal in Osterwijk. Dat bestaat al 27 jaar. Zo. En hier we bestaan eigenlijk gewoon al 14 jaar. 14 jaar hier op de Vismarkt? 14 jaar. Vanaf jaar 2000 zijn we hier begonnen. Voor het als jong ventje. Ja, als een jong ventje. En zo is eigenlijk gewoon oud geworden. Ja. En we doen gewoon met ons... oud zeg. Ja. En we doen ons best voor. Ja, maar dat moet we gewoon, ja. Ja. En we hebben altijd gewoon een dagschotel, een weekschotel. Dus, kun je een mooie aanbieding maken voor de kijkers? Ja, natuurlijk. Ja. Daar gaan we over nadenken zo meteen. Ja. Daar gaan we zo meteen over nadenken. Maar ik vind het ook wel even leuk om te weten wat jouw vaderland is. Want je bent ik kom oorspronkelijk uit Egypte. Oké. Okay. En ik woon hier al meer dan 30 jaar. Zo. En we zijn alleen maar gewoon zakelijk hier verbonden. Dus vanaf eigenlijk van het begin af, we zijn alleen maar gewoon zaken hier te doen. Ja, maar ik wil niet beledigend zijn, maar zijn jullie dan ook weer begonnen met shawarma in de begintijd? In de begintijd natuurlijk. Daar hebben we gewoon ook een shawarma tent. We hebben gewoon een pizzeria. We hebben ook een van alles wat. Grieks restaurant, Indonesisch restaurant, is Italiaans. En we zijn hier beland eigenlijk gewoon met onze concept. En dat werkt. En we hebben ook een hele goed lopende zaak, ook in Osterwijk. Okay. Dat is ook hetzelfde concept, zeg maar. Ja, te gek. Ja. We gaan even een koffie doen, want ik kan hier ook terecht van een lekkere cappuccino, hè? We hebben gewoon een allerlekste cappuccino plus koffie. We doen ook zelf onze koffie. Ja, dat is iets speciaals. We doen gewoon vers Mr. Beans. Dat is een Mr. Beans en dat wordt eigenlijk gewoon voor ons eigenlijk gewoon speciaal gebrand. Oké. Okay. En daarnaast heb ik ook een Braziliaanse koffie. Dus onze robuuste eigenlijk gewoon, onze koffie eigenlijk gewoon melange, dat is eigenlijk gewoon voor Colombiaans. Ah, dan in dat geval wil ik een espresso. Dan kan een lekker espresso. Ja, zeker. Dat krijgen. Nou, hartstikke goed. Ik ga even zitten en dan gaan wij even spreken over misschien een leuke aanbieding. Ja, is prima. Ja, dat is altijd leuk. Hè? Dus even kijken of we een aanbieding kunnen doen voor de kijkers van TV73. Maar het moet wel natuurlijk een hele goede aanbieding zijn. Hè? Ze moeten dus natuurlijk wel vette kortingen gaan geven.
En kijken of we hier iets kunnen. Een lekker satéetje of zo met friet. In het binnenstadscentrum van Den Bosch. Een mooie plek. Want ik merk in dit programma dat de Bosschenaren veel zeggen van, oh, dat wist ik helemaal niet. En oh, is dat echt gebeurd daar? En die geschiedenisfilmpjes. Ja, prachtig. Blijf even wachten. Totdat we de espresso hebben. Dan staan we strak. En dan gaan we praten met elkaar over een leuke aanbieding hier bij Sammy Saté. En terwijl ik met Jalal een heerlijke lekkere espresso zit te drinken. En ook inmiddels weet dat het niet maar om alleen maar satéetjes gaat. Maar ook om spare ribs, T-bone steaks, gewone steaks. Dus kortom, toch wel, het neigt toch wel een beetje richting de grill. Hebben we een leuke aanbieding weten te creëren voor TV73. Als je zit te kijken en je denkt, nou, ik wil op deze plek even een lekkere keer eten. Dan kom je samen met iemand anders. En die tweede persoon die krijgt 50% korting op het hoofdgerecht. Dus kom je samen met je vrouw, met je vriendin of met je vriend. Die tweede persoon krijgt dus 50% korting op het hoofdgerecht. En als je met z'n vieren bent, dat betekent dat die andere twee dan ook natuurlijk die 50% krijgen. Kom je met z'n achten, dan krijg je er vier voor 50%. En op die manier kun je natuurlijk lekker goedkoop een middagje of een avondje uit eten hier bij Sammy's Saté. Je kunt daarvoor bellen. Het telefoonnummer staat onder in beeld. Ik ga weer verder even met mijn espresso, want die is nu nog lekker heet. Bedankt voor het kijken. Wij gaan even door naar een stukje geschiedenis rondom Zoetelief. 250 jaar geleden stierf de Bossche scherprechter, de stadsbeul, Jan Nanning. Een van degenen die belangstelling had voor deze functie is David Hendrik Kleine. Hij meldt zich in een sollicitatiebrief die plechtig begint met: geeft met onderdanig respect te kennen. Behalve deze brief stuurt hij een referentie mee. Een door Jan Jurien Diepenbroek, de scherprechter aan het Hof van Holland, geschreven aanbeveling dat David gedurende 8 jaar zijn assistent was geweest en dat hij van tijd tot tijd alle exercitieën mijn ambt betreffende heeft verricht. De andere sollicitanten voor stadsbeul zijn Christian Nannings en Frans Ferdinand Stoet. Op 3 maart 1742 vergadert het stadsbestuur over de vacature en wordt een schepencommissie ingesteld om een voordracht te doen. 2 weken later is de uitslag. Kleine wordt voorgedragen en benoemd. Hij moet wel in 's-Hertogenbosch komen wonen en bij zijn ambt behorende eed afleggen. Dat laatste doet hij nog dezelfde dag. Dan kan Kleine in functie treden. Hij moet de schepenen van 's-Hertogenbosch eventueel assisteren bij het verhoren van verdachten. Indien de zamen niet meteen willen bekennen, kan hij letterlijk de duimschroeven gebruiken die hij aanzet aan de verdachte. Bovendien is hij als scherprechter ook verantwoordelijk voor de ten uitvoerlegging van vonnissen. Bijvoorbeeld in mei 1742. Hertog Manuel, geboren in Nichelsborg bij Wenen, 31 jaar oud, wordt wegens bedelarij gearresteerd. De hertog bekent inderdaad te hebben gebedeld, hoewel men hem daarvoor had gewaarschuwd. De scherpe rechter moet hem stevig geeselen en daarna uit de stad sturen. Binnen 2x24 uur moet Manuel bovendien uit de meierij verdwenen zijn. Hij mag nooit meer in de stad of in de meierij terugkeren. De stadsbeul David Hendrik Kleine is omstreeks 1750 in Herford, Duitsland geboren. Hij trouwt in 1744 met Sophia Deuring, de dochter van de Bredase scherprechter. Kennelijk zijn er veel onderlinge familierelaties tussen scherprechters en beulen. Want in zijn aanbevelingsbrief noemt J.J. Diepenbroek Kleine mijn neef. Een broer van Kleine zou later scherprechter in Bergen-op-Zoom worden. Als de vrouw van de Bossche beul overlijdt en hij wil hertrouwen, laat hij ten behoeve van zijn kinderen een beschrijving van de inboedel opmaken. In deze beschrijving valt een aantal sieraden op, zoals een diamanten ring met negerstenen en een paar gouden belletjes met stenen en een gouden ketting van 4 toerenmetsels. Daarnaast blijkt het drinken van koffie en thee in deze periode heel erg kennelijk populair te zijn geweest. Kleine, de beul, had veel theegoed, onder meer theebussen en 2 trekpotten. Kleine heeft zijn functie lang uitgeoefend.
Zijn zoon Libordius volgt hem op. In het jaar 1785 wordt de Bossche stadsbul Kleine in de Sint-Janskerk begraven. De taak van de scherprechter wordt in de daaropvolgende eeuw steeds meer inbeperkt. De pijnbank verdwijnt in 1798 en de lijfstraffen in 1854. Maar de doodstraf in Den Bosch, die verdween pas in het jaar 1870. En tegenwoordig worden er in het Bossche alleen maar met woorden een kopje kleiner gemaakt. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Ik denk dat de Karrestraat het meest beroemd is geworden uit de verschillende zaken waar eigenlijk heel Nederland voor kwam. De Galaxy bijvoorbeeld, maar ook de spotvogel. En die spotvogel is natuurlijk ook weer weg, dat bestaat niet meer. Dat is tegenwoordig ja, Grand Café Karras. Lekker lunchen of dineren in Den Bosch, dat kan bij Grand Café Karras in de Karrestraat. Op vrijdag, zaterdag en zondag hebben ze een heerlijke lunch. Op woensdag is het satédag en op dinsdag en zondag hebben ze onbeperkt tapas. Naast de tapas is er een ruime keuze uit smaakvolle gerechten. Al die gerechten staan op hun website. Voor de borrelaars hebben ze ook een groot aanbod aan fingerfood, lekkere wijnen en speciale bieren. Iedereen is welkom. Ze zijn er graag voor hun gasten. Karras is een gezellig grand café gelegen in het centrum van 's-Hertogenbosch. Ze zijn geopend sinds 2002 en streven erna om gasten te laten genieten. Heb je zin in een lekker hapje of een drankje, dan ben je bij Karras zeker aan het juiste adres. Grand Café Karras is met name bekend om de heerlijk huisgemaakte gerechten en de gezellige sfeer. Ze hebben een vaste kaart waaruit iedereen gemakkelijk een keuze kan maken, naar smaak en prijs. Daarnaast hebben ze verschillende seizoensgebonden gerechten zoals asperges in het voorjaar, mosselen vanaf augustus en erwtensoep en wildgerechten in de herfst en winter. Bij Karras kun je niet alleen lekker eten. Voor het jongere publiek is het ook een leuke plek om uit te gaan. Met het vaste personeel achter de bar en de drankjes die rijkelijk vloeien, is het ieder weekend weer een groot feest bij Karras. Ga er eens gezellig langs. En als je Karras al kent, tot snel. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg. Ons rond het museumkwartier zit natuurlijk die bekende Verwestraat. En vroeger heette deze straat heel anders. Vroeger heette deze straat namelijk de Lange Colvertstraat. Maar wat betekent nou die Lange Colvertstraat? En wat zat hier nou vroeger? Tegenwoordig, nu, is het een vrij chique winkelstraat. Eigenlijk een van de chicste winkelstraten die onze stad rijk is. Als het dan toch om de geschiedenis gaat, dan denk ik dat ik het beste aan Nol kan vragen. Want die staat toch nou redelijk gespecialiseerd in. Dus Nolke, vertel mij nou eens, wat was vroeger die Lange Colvertstraat? Ja, Remcootje, dat zal ik jou eens even vertellen, manneke. Voorheen was de Verwestraat geen Verwestraat, maar hij heette de Lange, ofwel de Colvertstraat. De ene zei Lange Colvertstraat en de andere zei Colvertstraat. En die naam die is gevonden omdat daar een bakkerij zat, de Colvert. Later, omdat er steeds meer ververs kwamen te wonen in die Colvertstraat, werd die naam veranderd in Verwestraat. Verver, het ambacht, het verven van wolle lakens, vaak ook gemaakt van kamelenharendoek, van kameelhaar. Ja, dat was echt een industrie. Er waren grote verversputten. Er was een weversplaats. Nou, kortom, omdat die industrie daar vooral bestond uit ververs, werd de straat Verwestraat genoemd. En het pand waar je nou in gaat kijken, die Verwestraat 69, daar zit nou een mooie juwelier. Dat was een pand dat gebouwd is in 1832. Het pand
werd gebouwd door Daniel Nederveen. Hij was pruikenmaker. En in 1865 werd het pand gekocht door Koomans. Hij was kleermaker en winkelier. En in 1875 kwam de barbier Nederveen. En een stukje later A.G. van Os, die zadelmaker was. In 1910, we maken even een sprongske, kwam Van Gool daar te wonen, een schilder. En in 1928 ging daar Van Valderen zitten. En in 2005 Schouten, een juwelier, antiquair. En in die Gouden Kolvertstraat, hedendaags Verwestraat, zit op nummer 94 een goudsmid. En ik ga even binnen een kijkje nemen bij Jos van den Elzen. Want Bosse Gilder van Goudsmid, ik ben toch wel heel erg benieuwd wat dat allemaal precies inhoudt. We gaan even een kijkje nemen. Ja, vandaag bij ons rondom het museum goudsmid Jos van den Elzen. Vandaag in jouw winkeltje, of moet ik zeggen atelier? Het is beide. Ik werk in mijn winkel. Dus, ja, omdat er in principe je verkoopt producten. Goud, dus het is een winkel. Maar als ik rondkijk, dan is het vooral een atelier waarvan alles te bewonderen is. Het is een creatief proces en een ambachtelijk proces. En het resultaat is inderdaad een sieraad, het product. Want wat is nou het verschil tussen een juwelier en een goudsmid, precies? Precies is het verschil dat een juwelier die verhandelt sieraden, dus die koopt in en die verkoopt. En, ze maakt niks in principe. Rekeningen. Ja, wat een goudsmid doet is in ieder geval sieraden maken. En ik ben daarbij ook een ontwerper, dus ik ontwerp, doet het hele proces vanaf ontwerp tot eindproduct. Oké, dus je creëert uiteindelijk het product. Ja. Wat voor mensen komen hier binnen bij jou? Iedereen die een sieraad zoekt wat persoonlijk is. Dus ik maak geen serieproducten, ik maak elke keer een unicum. En mensen die een speciaal dingetje zoeken, wat ze dus bij een juwelier niet kunnen vinden, die vinden dat bij mij. We gaan gewoon een gesprek aan, waarin de wensen dus helemaal duidelijk gemaakt worden. Dus eventueel kan ook een budget vastgesteld worden. Soorten stenen, soorten metaal, eindafwerking, wordt allemaal besproken. Wordt er een schets gemaakt. Wat ook niet onbelangrijk is, een prijsopgave wordt dan eerst gemaakt. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. En bij akkoord, dan begin ik met werken. Dus dan ga ik gewoon het goud bewerken. En soms ook met een tussenpose daarin. Dus een fase waarin een klant terug kan komen om te kijken hoe is die ring geworden. Ja, de producten waar je mee werkt, het goud, de metaal, zijn vrij kostbaar, vrij prijzig. Ja. Wat ik me afvraag, aan wat voor bedrag moet ik denken, vanaf wanneer is het interessant om iets te laten ontwerpen? Want ja, het is veel makkelijker natuurlijk om gewoon iets te kopen wat er al is. Ja, dat klopt. Maar iets kopen wat er is, zal zelden voldoen precies aan de verwachtingen. En, een prijsopgave is eigenlijk heel erg moeilijk. Want je kan een heel eenvoudig klein dingetje maken wat een detail heeft, wat precies iets raakt wat in het ontwerp gevraagd wordt. Dan kan je vanaf €200 prima een sieraad maken. Wat is zo leuk aan het vak goudsmid? De uitdaging. Het vak is zo enorm breed dat er geen enkele goudsmid is die elke techniek beheerst. Ja. Dus je kan, als je zelf je ontwerpen maakt, kan je zelf sturen daarin en je grens van je kunnen elke keer op gaan zoeken en het elke keer wat hoger leggen. Dus continu een uitdaging. En wat ook niet onbelangrijk is, als je een sieraad af hebt, dan ik zie altijd de reactie van de klant. Ja, en je ziet bijna altijd dat het gezicht helemaal oplichten. En het is bijna altijd zo als mensen na afgerekend hebben, wat dan meestal toch ook een redelijk bedrag is, mensen mij toch nog altijd bedanken. Dus er gaat iets anders over de toonbank dan een product. Het product is ook een stuk emotie. Ja. Inderdaad. Ja. Is het niet moeilijk om, je zegt het zelf, dat is ook een stuk emotie. Je hebt iets prachtigs gemaakt, ik denk dat je daar heel je passie, je hart en je ziel in hebt. Ja, zeker. En dan moet je toch afstaan, want je maakt een opdracht van. Is dat soms niet moeilijk? Nou, moeilijk, ik ben daar, het is wel eens niet fijn. Ik heb het nou al zo vaak meegemaakt. Ja. Soms is het wel eens zo dat een sieraad af is. En dan bel ik die klant nog even niet. Dan zit er een deadline die nog een paar dagen kan. En dan hou ik het in huis. En er zijn hier liggen er ook nog een aantal sieraden bij. Die liggen er dan misschien al wat langer. Maar ik vind het helemaal niet erg. Hoe zit het met de goudsmeden hier in de omgeving? De goudsmeden in de omgeving. En dan is dat begonnen in Den Bosch. We hebben daar een gilde mee opgericht. Ja. Dat heet het Bossengilde van Goudsmeden. Inmiddels is dat een landelijke vereniging. We zitten aan de 90 leden, dacht ik momenteel. En, een soort keurmerk. Het is ook een keurmerk, maar het is ook in het leven geroepen omdat we gezien hebben dat de opleiding in Nederland, dat die af aan het glijden zijn. En, de Nederlandse goudsmid is in kwaliteit de laatste 20 jaar aan het wegzakken, vergeleken met de landen om ons heen.
Dus er moet daar iets aan gedaan worden. En daarvoor hebben we eigenlijk de Gilde opgericht. Dus we willen in eerste instantie willen we het vak op een hoger niveau tillen. Maar we willen ook aan de consument laten zien. Als je een onderscheiding hebt. Wij maken dus een onderscheiding tussen gewone goudsmeden en meesters. We willen laten zien aan een consument dat een meestergoudsmid ook een kwaliteit levert die je mag verwachten. En ook een garantie die erbij hoort. Ja, Jans, als we dan toch hebben over aparte creaties. Ik zie hier onze koning en koningin, ja. Maxima. Ja, dat was mijn 15 minutes of fame. Ik heb een wedstrijd gewonnen die uitgeschreven was door de Vereniging Goud en Zilversmeden. Ja. En de prijs was dat je het ontwerp mocht uitvoeren en aanbieden persoonlijk aan Maxima of Willem-Alexander. Dat ben ik. Dat is mijn vriendin. Die is ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het ontwerp. En dit is de kroon die ik ontworpen had. Wauw. Hoe lang is het geleden? Dat was voor een huwelijk, hè? Januari 2002. En ze heeft hem nog steeds? Ze heeft hem nog steeds. Te gek. Waarde? Ik weet dat er destijds aan uurloon alleen al 30.000 in zat. Zo. En, wat zou een verkoopprijs kunnen zijn voor zoiets? Dan zit je minstens aan 50.000 of 60.000, denk ik. Wauw. En mensen kunnen die hier op afspraak of gewoon zo spontaan langskomen? Hoe gaat het ze werken? Nou, ik ben gewoon bijna de hele week open. Dus onder openingstijden, gewoon de winkelopeningstijden, ben ik open. En mensen die iets bijzonders willen en die zeggen van... nou, ik wil dat heel graag een keer bespreken, maar dan wil ik daar niet andere mensen bij hebben. Nou, dan maak ik gewoon een keer op een tijd daarbuiten, maak een afspraak. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. De Ververstraat is een opmerkelijke straat. Een brede straat die eindigt of begint bij drie kleine straten. De Fonteinstraat, de Ridderstraat en achter het stadhuis. En zo opmerkelijk is dat toch eigenlijk ook weer niet. Want vlak achter de Fonteinstraat en achter het stadhuis, in de richting van de markt, bevond zich de eerste Bossen stadsmuur. Daarvoor stroomde de Stadsgracht. Na de vergroting van de stad, waarvoor de Bossenaren in 1318 toestemming hadden gekregen van de hertog van Brabant, heette Ververstraat eerst ook Kolfertstraat. Later, naar het beroep van vele inwoners, kreeg de naam de straat Ververstraat. Lakenververs woonden er volop, terwijl een aantal aangrenzende straten eveneens namen kregen die te maken hadden met de lakennijverheid. Volderstraatje, Lange en Korte Putstraat, naar de grote verversputten genoemd, en de Kamelsharenhoek. De laatste 60 jaar bleef de percelering van de diverse panden aan de zijde van de Ververstraat gehandhaafd. Weliswaar zijn enkele panden begaande gronds samengevoegd, maar aan de bovenzijde van de gevel is niets veranderd. Het Hof van Gelderland, de Driehoek, de Suikerbroden, de Blinde Spiegel, de Drie Fonteinen en de Boterton zijn als afzonderlijke panden nog steeds herkenbaar. De gietijzeren lantaarn die tegen een gevelwand was geplaatst, maakte weliswaar plaats voor een straatverlichting die aan een kabel is opgehangen. Maar lantaarnpalen zijn er niet te zien in de Ververstraat. Terwijl in het begin van de eeuw nog woonhuizen tussen de diverse winkels te zien waren, is dit thans veranderd. Zo rustig als vroeger zal de Ververstraat wel niet meer worden. Er zijn meer panden in de buurt van de Oude Dieze en het laatste deel van de Ververstraat in handen geweest van priesters, verbonden aan het Groot Begijnhof dat eens op de parade lag. Van 1554 tot 1557 had de pest in Den Bosch geheerst. Veel Bossenaren die waren aan deze ziekte bezweken. Als gevolg daarvan kende de stad veel wezen die ondergebracht waren bij gewone burgers. Het stadsbestuur kocht in de Ververstraat een pand voor 500 gulden. Het werd bestemd als weeshuis, maar daarvoor bleek het toch echt niet geschikt. Als we verder de Ververstraat inlopen en een beetje krampachtig de huisnummers gaan tellen, dan valt ons één ding op. Ik zie nummer 23,
Ik zie 35. Ik zie 29. Maar 27? Die zien we niet. Nummer 27 is verdwenen uit de Ververstraat. Maar heeft wel degelijk bestaan. Blijf kijken, want dan vertel ik u daar straks iets meer over. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw te fiets. Welkom bij New Place Art Gallery. We zijn gevestigd in de Ververstraat naast het Noord-Brabants Museum. Bij ons is heel veel interessante kunstwerken te zien. We hebben heel veel Russische kunstenaars. Mijn interesse is gebaseerd niet alleen op de liefde voor dit bijzondere kunst, maar ook mijn oorsprong. We vertellen heel graag over kunstenaars en hun visie. Traditionele kunst met een moderne twist is de boodschap die we proberen aan onze klanten over te brengen. Om de tradities te bewaren, proberen we meer aandacht aan traditionele technieken van beeldhouwen te geven. Traditionele kunst met een moderne twist is de boodschap die we proberen aan onze klanten over te brengen. Om de tradities te bewaren, proberen wij meer aandacht aan traditionele technieken van beeldhouwen te geven. De beeldhouwer gebruikt alleen traditionele gereedschappen om zijn diepe filosofische ideeën in de vorm van sculpturen uit te werken. Bij New Place Art Gallery vindt u ook prachtige stillevens. Op de doeken van Sergei Kolokolchikov ziet men niet alleen fruit en curieuze verzamelobjecten, maar het gaat hier ook om een onderliggende erotische laag. De beste manier om zijn stijl te beschrijven is middels de term fruitige erotiek. Zijn stillevens vertellen een eigen verhaal, vol passie en emoties. Het werk van portretschilder Mieke Robben uit Breda is heel bijzonder. De vrouw is een regelmatig terugkerend thema. Mieke is op zoek naar expressie, het unieke, kwetsbare karakter. Zij heeft een realistische, figuratieve schilderstijl. Kleur en licht zijn belangrijke beeldbepalende elementen. Vaak worden de ogen scherp uitgewerkt. Haar doeken ontstaan door een proces van toevoegen, vernietigen, uitwerken en met rust laten. Dit is bijvoorbeeld een schilderij van Leo van den Ende, de bekendste Nederlandse kunstschilder. Hij is ook ridder in de orde van Oranje-Nassau. Men kent hem waarschijnlijk van de Bollenstreek, het tweede panorama van Nederland en het grootste bloemenpanorama ter wereld met een lengte van 63 meter. Ook zijn wij de officiële en exclusieve vertegenwoordiger van Russische beeldhouder Vladimir Surovstev. Zijn monumenten zijn in 21 verschillende landen te zien. Ook in Nederland kan men zijn kunstwerk met een hoogte van 3 meter in Lelystad bezichtigen. New Place Art Gallery is 5 dagen per week geopend. We zijn geopend op woensdag tot en met zondag van 2 tot 5. Kom gerust langs om een kijkje te nemen. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw te fiets. We gaan even verder met het verdwenen huisnummer. Ik neem hem even terug mee in de tijd. In de tijd dat er nog hele andere bedrijven gevestigd waren op de nummers die ik nu zeg in die Ververstraat. Neefs Bedde had nummer 23. Bakkerij Maas op het hoekje van de Waterstraat had nummer 35. En daartussen bevond zich enkel de bankier Lentjes en Drossaards met nummer 29. En toch heeft er ooit dat nummer 27 bestaan in de Ververstraat. Het is verdwenen bij de uitbreidingen van de bankier. Het pand op nummer 27, dat heette de Moriaan. Maar die hebben we toch al in Den Bosch? Nou ja, goed, hij heette de Moriaan, kan er ook niks aan doen.
Het werd opgeslokt door het grote bankgebouw. Maar voordien heeft het een tal van andere interessante eigenaren en functies gekend. Knop het even goed in de oren. De Moriaan, Ververstraat 27. De Ververstraat heeft een tal van lakenververs gehuisvestigd. Jan van Gorkum, die in 1539 het pand De Moriaan kocht, was eveneens lakenverver van beroep. Maar ook andere beroepen kon men na hem in het pand aantreffen. Een procureur, August Schiermans. Een pasteibakker, Robrecht Pottel. Een oude klerenkoper. De handelaar in tweedehands kleding, Jasper van Mil. En de architect en meestertimmerman Willem Hubert. In 1834 werd het pand gekocht door meester P.S. van Zon, president van het gerechtshof. Diens zoon was eveneens bij justitie werkzaam, maar is tevens een tijdje minister geweest. Jan Baptist van Zon was minister van de Rooms-Katholieke Reredienst. Een jaar na zijn dood werd het pand in 1876 verkocht aan de bankier Jan van Rijkenvorsel, die tevens consul van België was. En onder zijn bewind verdween het nummer 27 uit de Ververstraat. Er waren meer markante gebouwen in die Ververstraat. Op het eind van de Eerste Wereldoorlog zocht Johan Rademaker van Centraal op de Markt een geschikte dependance om zijn horecagelegenheid uit te breiden. Het werd het patriciershuis van de familie van Rijkenvorsel in de Ververstraat. In 1919 werd het Oranje Hotel geopend. Een dependance van Centraal is het echter niet geworden. Het kreeg een geheel eigen status. Met carnaval had Johan Rademaker niet zo heel veel op. Hij was er zelfs een felle tegenstander van. Niettemin werd het Oranje Hotel het Winterpaleis der Amadeiro's. Vele beroemde gasten heeft het Oranje Hotel tijdelijk gastvrijheid geboden. Onder meer generaal Winkelman, de artiest Buzio en de Russische danseres Anna Pavlova, die altijd kamer nummer 24 met bad kreeg. Maar het steeds uitbreidende hotel had intussen de binnendiezen als begrenzing gekregen. En dit stadsriviertje was een stadsriool geworden dat de gasten vooral zomers door haar stank uit het hotel verdreef. In 1973 werd het hotel gesloten en bleef Rademaker alleen in Centraal op de Markt gevestigd. In juni 1973 werd het complete interieur van het zeer gerenommeerde Oranje Hotel onder de hamer gebracht. In 1864 droeg A. Suys de effectenafdeling van zijn kassiers- en effectencommissionairsbedrijf over aan zijn bediende Leentjens. Om de zaak een vastere bodem te geven, associeerde deze zich met ene Drossaards. En zo ontstond in 1864 de zaak met de bekende naam. Leentjens en Drossaards. Maar toen in 1873 Leentjens overleefd, wilde Drossaards de bankierszaken niet voorzetten en deed hij deze over aan een lid van de familie van Dijk. Toch bleef men de naam Leentjens en Drossaards gebruiken, hoewel beide personen er slechts 9 jaar werkten. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de instelling zich tot een bank in de brede zin van het woord, waarbij overigens het accent valt op effectenzaken en vermogensbeheer. Uw hoogstpersoonlijke bank. Oorspronkelijk was men gevestigd op de hoek van de Ververstraat Waterstraat. Maar de groei ging gepaard met uitbreidingen. In de jaren 50 werd de Lutherse kerk, gelegen tussen de bank en het Oranje Hotel, aangekocht, gesloopt en in nieuwe passende stijl herbouwd. In 1973 gebeurde hetzelfde met het Oranje Hotel. Al bleef de originele gevel daar wel bewaard en kwam er alleen een vernieuwde, maar in stijl gebouwde toegangspartij. De zelfstandige positie van Leentjens en Drossaards ging in 1974 verloren toen het onderdeel ging uitmaken van Slavenburgs Bank in Rotterdam, wat later Crédit Lyonnais Bank Nederland zou worden. Allemaal
ontstaan in onze eigen bossen Ververstraat. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw te fiets. Ververstraat, vroeger de Kolfertstraat, genoemd naar een bakkerij, de Kolfert, die hier heeft gezeten. Maar als we teruggaan naar het jaar 1463, toen was er hier echt een grote ambacht aan ververs. En het waren geen schilders, dat waren wollen laken. Ververs. En in het jaar 1463 veroorzaakte een van die lakenververs een grote brand. Er kwamen heel veel mensen om het leven hier in Zetelgenbos. En 4000 huizen die gebouwd waren uit hout en rieten daken, die gingen in vlammen op. Het was de allergrootste stadsbrand die we hier in Den Bosch hebben gehad. En dat was dus het grote dramaplek, dat was die Ververstraat. Ik ben bij 108 Gallery Tilio, ik moet het goed uitspreken, Galerie Tilio, dat staat voor Linde. Een deel van de achternaam van deze galleryhoudster. Het pand 108 dateert uit 1880. En wat leuk is om te weten, is dat de oorspronkelijke bouwers, de mensen die hier hebben gewoond achter deze pui, winkelier waren de man en de vrouw was baker. Dat betekent dat er eigenlijk een groot nageslacht in Den Bosch, dankzij de bewoners van 108, met hulp van mevrouw de Baker, hier het levenslicht hebben gezien. We gaan even naar binnen, want nu is het een gallery. Eigenlijk is er nog niet zoveel aan kunst veranderd. Hè? Vroeger schilderden de ververs de wollen lakens. Veel galleries in deze straat. Dus het kunst blijft hier wel. De kunst en antiek dat de boventoon voert hier rondom het museum. Om het maar even over kunst te hebben. Pia Lindeman van Gallery Tilio. Een prachtige mooie Italiaanse naam die te maken heeft met uw achternaam. Ja, Linde. Dat klopt. Linde, inderdaad. U bent hier als galeriehouster in een prachtig mooi pand. Dat dateert zo van rond het jaar 1880 met hedendaagse kunst. Ja. Wat kunnen de mensen hier zien? Welke kunstenaars verblijven hier voor een korte periode? Of een lange? Ik heb een aantal vaste kunstenaars, zoals Nettie Werkman, de beeldend kunstenaar. Ja. Die heb ik eigenlijk vanaf het begin dat ik begonnen ben met een galerie. Want ik ben niet hier begonnen, maar in Wijk bij Duurstede. En ik heb ook vaste schilders. Dus Cor Koenen, dus een fijnschilder, realistische fijnschilder. Caroline de Brouwer, dat ziet u daar. Aan de muur hangen, dat is een justitie beetje, ja, heeft uitgebeeld. Is dat een beetje een knipoog naar uw beroep? Ja. U bent rechter, kantonrechter. Ik fungeer nog als kantonrechter en ik ben rechterplaatsvervanger. Okay. Ik vind het een toegankelijke gallery, mooi open aan de buitenkant. Dus een mooie uitstraling naar buiten toe. Mensen kunnen zich al een beetje, laat ik het maar plat zeggen, vergapen aan het moois wat hier hangt en staat. Ja. Is het bereikbaar voor iedereen? Ik vind het van buiten naar binnen gaan voor de mensen, heb ik het gevoel dat dat vaak toch een beetje een drempeltje is. Ik probeer die zo laag mogelijk te houden, want ik vind eigenlijk, en dat is mijn opzet, dat de mensen kunst moeten kunnen zien, kunst moeten kunnen kopen. En dat er geen gigahoge bedragen mee gemoeid moeten zijn. De mensen moeten in staat zijn om betaalbare kunst, maar wel van kwaliteit, te kopen. Stel nou voor dat er iemand binnenkomt die zegt, nou, ik vind dat justitiële hoekje daar wel mooi. Ja. En die gaat daar een bod op doen. Gaat u dan huilen? Nee. Nee? Nee, dat zou ik heel fijn vinden. Echt waar? Ja, geweldig. Oké. Okay. Dus ja. Het is niet zoiets waar u zelf zo van kan genieten? Nou, ik zit altijd daar tegenover te werken. Ja. Dus ik kijk er graag naar.
Maar ik vind het natuurlijk veel mooier als er andere mensen van kunnen genieten. Want dan ga ik naar de kunstenaar en dan zeg ik, kun je nog iets moois maken? Wat connectie heeft met vrouw Justitia. Of met de rechterlijke macht of wat dan ook. Want dat is het speciale justitiehoekje. Okay. En de andere kunst is zeer divers. Want ik ga ervan uit dat er zoveel mensen zijn met zoveel verschillende smaken. Ja. Dat het gewoon leuk is dat je in je galerie niet één soort hebt. Maar dat je verschillende soorten kunstwerken hebt. Zodat er eigenlijk voor iedereen wel wat te vinden valt. Want ik vind het zo belangrijk dat mensen naar kunst kijken, van kunst genieten, maar er dan ook dagelijks van kunnen genieten. Ik heb altijd een beetje een beeld, en daar gaan we het op afsluiten, bij een gallery dat als ik binnenkom, dat er dan ook af en toe een wijntje geschonken wordt. Is dat hier ook? Bij de opening van elke expositie en bijna elk kwartaal is er een nieuwe gastkunstenaar die naast de vaste kunstenaars mag exposeren. Dan wordt er altijd een wijntje geschonken. Ja. Ik zie twinkel in de ogen. U vindt het ook echt leuk om te doen, hè? Ik vind het heerlijk om te doen. Ja, mooi is het. U zit in de Ververstraat 108. Prachtig pand. Ik zei het al in de introductie, 1880. Ja. Het was ooit de grote brouwerij. Dus het wijntje bij dat kunstwerk en mooie dromen zijn hier op deze plek in Den Bosch keurig op zijn plek. Nou, ik vind het geweldig uitgedrukt. Dank u wel. Heb ik goed gepleit? Perfect. Dank u wel. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets.